OLON is de Belangenvereniging van Lokale Omroepen. Maar u vindt dat ze wel wat streken uithalen. Hoe zit dat? Ze willen eigenlijk lokale omroepen omvormen tot streekomroepen. En dat is nou echt de tegenbeweging die ik niet zo zie zitten als het gaat om de verdere ontwikkeling van de kwaliteitsverbetering van een lokale omroep. Nederland is ingedeeld in ongeveer 60 streken. In elke streek komt één streekomroep die voorziet in de dagelijkse nieuwsvoorziening van die streek. Van oudsher waren omroepen vanuit één gemeente geregeld. En dat is niet meer zo. Mensen zijn grensoverschrijdend. Men recreëert, men werkt en men ontspant. Grenzen van de gemeente zijn niet meer hard. Dus het is niet meer dan logisch dat wij in diezelfde beweging meegaan. Er zit alleen iets anders in dit verhaal en dat is het woordje fusie. En dat betekent eigenlijk dat er het principe van de lokale omroep wordt losgelaten. En dat daarvoor in de plaats komen streekomroepen. En die streekomroepen gaan niet meer over een bepaalde gemeente of een bepaald gecentreerd gebied waar we nu over spreken. Waar een gemeenteraad over bemoeienis mee kan hebben. Waar een publiek heel helder te vinden is. Maar dat gaat over streken. Dus je moet je letterlijk voorstellen, wij zijn hier onderdeel van het groene gebied. Dat is het Krommerijngebied. Dat je dus een omroep bij Krommerijngebied. Waarbij mensen dan vanuit dat principe bediend moeten worden. Dat is een totaal ander concept als wat we nu kennen aan lokale omroepen die gericht zijn, bijvoorbeeld hier in Houten, op de Houtense samenleving. Dat heeft te maken met de eisen die vanuit de maatschappij aan de omroepen gesteld worden. Die hebben wij vastgelegd in een convenant met het VNG. En daarin hebben we de term geïntroduceerd, lokaal toereikend mediaaanbod. Het lokaal toereikend mediaaanbod. Het LTMA is vastgelegd in het convenant met de VNG. Het LTMA omschrijft een aantal eisen waaraan elke omroep minimaal moet voldoen. Bijvoorbeeld, de omroep moet elke dag actueel nieuws brengen op tv, radio, internet en social media. Het gaat om lokaal nieuws dat gericht is op de natuurlijke habitat van de burger. De journalistieke berichtgeving is onafhankelijk. De kwaliteit van de producten moet van professioneel journalistiek niveau zijn. De omroep moet een professionele bedrijfsvoering hebben. Ik snap dat een omroep kijkt naar zijn organisatievorm en zorgt die zo stevig mogelijk neer te zetten. Alleen waar we aan voorbij gaan is dat het wel hier betreft een vrijwilligersorganisatie dicht bij onze samenleving. En dat een lokale omroep echt een andere invalshoek is als een regionale stedelijke omroep zoals bijvoorbeeld RTV Utrecht is. Ik snap de ambitie dat je steeds groter, beter en sterker wil worden, maar we hebben te maken met een veranderend landschap. En dat betekent dat ik veel meer waarde hecht aan actieve samenwerking van verschillende mediapartijen binnen ons grondgebied bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus, en dat zien we hier in Houten ook echt gebeuren. Dus we zien ook dat hier wordt gekeken wat is eigenlijk de behoefte en hoe kunnen we dat ook door de makers centraal te stellen uiteindelijk ook vormgeven. Nou, dat zijn voor mij hele belangrijke uitgangspunten die... voor mij het beeld wordt onaantrekkelijker als je dan praat over streekomroepen. Als ik Houtense inwoners moet activeren en betrekken bij wat een lokale omroep zou kunnen doen, dat moet hun omroep zijn. En ik merk nou niet aan onze inwoners dat zij nu heel erg streekgericht zijn. Ze zijn toch op hun eigen woonplaats gericht. Nou, het belangrijke is dat lokale omroep echt opereert in wat wij wel noemen de natuurlijke habitat van waar mensen wonen. En dat is heel belangrijk om op dat niveau vooral te kijken. En ook te kijken of je als lokale omroep juist ook op die schaal kunt opereren. Kijk, wat wel zo is als je meer buiten de gemeentegrenzen ook van Houten kijkt, is dat er heel veel diversiteit is in lokale omroepen. Dat klopt ook, dat is ook zo, want elke gemeente is ook anders. Hè, als je Nieuwegein en Houten bijvoorbeeld met elkaar vergelijkt, zijn twee totaal verschillende gemeentes. Mensen wonen daar met een hele andere basis. Toch kunnen Nieuwegein en Houten wel met elkaar samenwerken. Alleen ze zijn geen één organisatie. Zo zijn wij ook aan het oriënteren op andere gemeentes. Hoe kun je met andere gemeentes goed en effectief samenwerken? Als je die samenwerking vervolgens hebt beklonken, kan je daar vervolgens de vorm bij kiezen. In welke vorm kun je dat dan het beste doen? De OLON draait het een beetje om. De OLON zegt, we gaan kiezen voor het model. En dat model is een streekomroep. En dan kunnen we professionaliseren. Dan kunnen we het bestuur verder professionaliseren, et cetera. Ik denk dat dat nou juist de charme is en de kracht is van heel veel lokale omroepen. En nou weet ik ook dat er enthousiastelingen zijn voor het plan. Dat zijn vaak mensen die betrokken zijn bij een grotere stad. Eindhoven bijvoorbeeld. Eindhoven bijvoorbeeld, nou, een mooi plan.
Maar dat is een beetje dezelfde manier als dat ik praat met de mensen uit Utrecht. Utrecht heeft een schaal waarin dat gewoon werkt. Tegelijkertijd zie je dat RTV Utrecht een hele goede positie in deze regio heeft. En ook in de stad Utrecht. En daarmee een hele interessante samenwerkingspartij is. Op het moment dat wij ons gaan meten als streekomroep met een nieuwe relatie met zo'n RTV Utrecht, kom ik in een heel andere verhouding. En daar wil ik eigenlijk helemaal, zou ik me kunnen voorstellen dat wij als omroep moeten zeggen van daar gaan we ons niet verder in verdiepen. Het belang van de OLON staat niet voorop. Ik vind het institutionele belang van de OLON vind ik ondergeschikt. De bedoeling moet centraal staan. En de bedoeling is dat je sterke lokale omroepen krijgt. En de kernvraag is, hoe krijg je die? En ik denk dat samenwerking daar een hele goede route in is. En dat is de route die de OLON zou moeten volgen wat mij betreft. De OLON zegt dat de omroepen ziek zijn en dienen een medicijn toe. En ik zeg dat die omroepen juist helemaal niet ziek zijn. Het is eigenlijk het verkeerde medicijn. Dus stop daar nou eens mee. Ga niet op de stoel van een ander zitten. Maar ga het gesprek aan en wees weer wie je bent. Wie je van oorsprong bent. Je bent er van die lokale omroepen. Ga die denkrichting in. En daarnaast, maar dat is misschien een persoonlijke richting, denk eens ook na over hoe je inspraak op een hedendaagse manier vorm kan geven. Want een van de defensieve lijnen die nu in het verhaal zitten, die ik her en der ook lees, is dat er vooral in ledenvergaderingen nu is besloten tot dit besluit. En dan denk ik van ja, dat is makkelijk. Zo, want het stelsel, dat merken we als gemeente ook, we zijn steeds op zoek naar inspraak en hoe je op nieuwe manieren inspraak kan organiseren. Nou, dan denk ik als betrokken bij lokale omroepen, ga ook eens op zoek naar nieuwe vormen waarin je inspraak een bredere basis kan geven. Dan kom je misschien wel tot hele mooie en creatieve oplossingen.